Ik ben Rick van Sepan Gameplay. Ja, Gameplay. Van Sepan Gameplay. En naast mij zit Jur. En we zijn nu bij My Boyfriend, deel 3. Alweer. Nou, in deel 1 hebben we kennis gemaakt met Slechtje Bacon. En haar emo-pluk. En haar emo-pluk. Zojuist is opgevallen. Echt, ja, ze heeft opeens een emo-pluk. Ik heb geen idee hoe dat kan. Kom vast door de belichting. Kijk, en je ziet mooi de atmosfeer van de vier. We hebben al kennis gemaakt met haar moeder. Die is een milf. En haar vader is een dilf. Ja. Als jullie dat niet weten wat het is, zoek het maar op Google of zo. Of niet, als je leven je lief is. Ja. Oké, dat eerste kan. Ik zal het niet doen met je moeder in de buurt. Of je vader. Geen goed plan. Ik denk dat je vader nooit altijd anders aan zal kijken de rest van je leven. Ja, ik denk ook niet. Als je op deel gaat zoeken. Ja. Nee, doe maar niet. Oké, we gaan dus nu die ene leuke jongen zoeken in het winkelcentrum. Die hele leuke met dat petje, weet je wel. Ja, die met dat petje. Hoe heet die ook alweer? En vergeef ons voor onze nerdheid af en toe, want ja, dat is nou eenmaal wat we zijn. Oh shit, we zijn in de club. Yes. Oh yeah. Oké, het is jammer dat ik niet gefilmd word, want jullie hadden me moeten zien dansen. Bam, bam. Ik vind de muziek best wel oké. Okay. Ooit ga ik gewoon gelijk met gewoon het recorden, ga ik ook gewoon een webcam installeren. Ja, en dan kun je zien dansen. Ja. Kom, we gaan naar bios met die ene leuke jongen. Oh, wacht. Nee, niet nog een psychotest. Jawel, dit is een andere misschien. Oké. Een kleine knipoog en een vingerknip. En die jongens staan al in de rij. Maar zo makkelijk gaat het helaas niet. Doe de test en je komt erachter of jij die jongen van je dromen krijgt. Eén, je staat in de metro. Je lacht plotseling terug. Verschijnt er de jongen die jij leuk vindt. Altijd teruglachen, hier. Altijd teruglachen. Kijk, enthousiast zwaaien is ook leuk, maar dat wordt gewoon Nee, dat doen we niet hoor. Wat vindt die jongen van je droom het leukst aan jou? Mijn super uiterlijk, ik ben aardig en mijn hulp zijn, dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat laatste. Ja, weet ik veel. Je staat in de rij voor de kassa en van de bios. Voor je staat je absolute droomtype. Een prima gelegenheid om hem aan te spreken. Wat zeg je? Welke film? Kom je hier vaker? Kijk, ik vind het er gewoon een vierde optie bij. Want kom je hier vaker? De optie is altijd kom je hier vaker. Ja. Kom je hier vaker? Maar welke film kijk je is toch wel een goede vervanger van Ik zou eerder vragen, hou jij ook van pindas? Oh ja. Popcorn. Kom je vanavond met me mee naar huis? Wilt u daar nog frietjes bij? Ja. Ja, I don't know. We gaan al. Welke films kijk je? Het is je gelukt een date te maken met de jongen die jij leuk vindt. Wat trek je aan? Korte rok, strak shirtje en waanzinnig opgemaakt. Ja, dat zou ik wel willen als je dat deed. Heeft ze misschien uiteindelijk andere kleren uit de kast dan een shirt? Lekker draad. Voor als je het andere deel niet hebt gezien, gaat kijken. Maar in deel 1 zijn we erachter gekomen dat Slechtje Bacon 1 shirt en 1 broek in haar klerenkast bevat 1 shirt, 1 broek, 1 rok en 500 kapsels. Ja, ze houdt inderdaad van haar. Je bent netjes op tijd bij je afgesproken hebt. Maar je vlam laat je meer dan een half uur wachten. Hoe reageer je? Ik wacht nog even op hem, maar laat me heus niet zomaar zitten. Wie te laat komt zal het weten ook, dat die zie ik. We gaan huilen, staan. We gaan ik wacht nog een paar minuten als hij dan hier opkomt. Huil ik bij mijn beste vriend huilie, uit. Huilie. Ja hoor, altijd de beste oplossing. Gewoon ga janken bij Hoertje Hanna. Hoertje Harold. Hoertje Harold, ja. Hoertje Harold, ja. Of ja, Hoeker Harold, ik weet het niet meer. Ik zal het ooit terugkijken. Je ontmoet de jongen van je dromen toevallig op een feestje. Hoe trek je zijn aandacht? Ik blijf in zijn buurt en ik hoop dat hij me ziet. Ik stap op mama af en spreek hem direct aan. Als ik te lang wacht is de avond voorbij. Lalalala. Zullen we gewoon lekker gaan uitstellen? En ja. Forever alone blijven. Nee, ik ga hem stalken. Met angst. Hey, weet je waar dat op lijkt? Nou, het zegt je, het lijkt op een vuursteen van Pokémon. Oh ja. Wat een kwast. Wat zou je wel eens af kunnen wijzen? Ben je heel... Ja, maar ik zie je gewoon niet goed uit. Dat durf ik gewoon niet. Ja. Ben je heel verlegen terughoud? Probeer niet zo verlegen te zijn, maar stap op hem af. Ja, dit vind ik nou zo lullig. En dan ben je zo'n lelijk meisje. En dan zit je hier thuis achter de computer te spelen. En dan denk gaan ze zeggen dat je verlegen bent. Oké, ik ga hem confronteren, die jongen. Ik ga naar hem toe en zeggen wat ik van hem vind. En dan, lacht de hele school je uit. De asswalkers zijn weer terug. Klote spel. We gaan alleen naar de film. Kopen. Ja. Ik heb niet zoveel vriendjes, dus ik ga een eentje.
Is het twee kaartjes? In opdracht van de president actiefilm met spectaculaire stunts. Kunnen we niet twee kaartjes kopen of zo? Nee, ik niet, doen we niet. Nee. Ja. Ja. Nee, we doen die of die. Ja, we doen wel de eerste. Actiefilm. Welke we zijn lesbo. Koopt? Nee, ik weet niet, joh. Nee, maakt niks uit. Wat de fuck moet er nou weer kiezen? Ja, ik hoef er maar eentje, hoor. Jammer. Ja, doei. Hallo. Veel plezier bij de film. Dank je. Stel me een keer voor. Ja. Is het niet de vader van de tofu's? Ja, zoiets. Als iemand het weet, comments. Laat het achter. Comments. En we nemen nu de en de winnaar krijgt een leuk iets. Krijgt een reactie van mij. Ja. Dan zeg ik tegen jou. En toen was ik weer thuis. Opeens. Onze porno collectie die ligt nog steeds onder het bed zo te zien. Helemaal compleet. Wacht, even checken. Hebben we misschien kleren toevallig in onze kast? Playgirl, Playgirl, maandelijkse editie. Ja, alles. En een pizza. Dat leg je toch niet daar neer, maar is godverdomme, mijn pizza is bijna is dat een pizza? Eens kijken of ik al nieuwe shirts heb gekocht. Topjes. Godverdomme. Nou, dat wordt echt een keer vies, hoor. Oh, dit is wel lang, joh. Smeerlap. Smeerlapperij hier, hoor. Mama. Oh ja, mama stond in de achtertuin. Oh ja, Milf stond in de achtertuin. Mama Milf. Hallo mama Milf. Waar is ze dan? Oké, mama Milf, wat ziet je buiten toch wel lekker uit? Waarom kan je mama Milf wel een navel zien? Het is best wel slecht. Heb je je vader al in de tuin geholpen, schatje? Nee, ik moet nog een boom met maken. Jep, dat hebben we vorige week gedaan, toen jij bij de kapper zat. We hebben onkruid gewiet. En het gras gemaaid. En daarna met de schaar de kanten geknipt. En daarna heeft papa de elektrische heggenschaar uitgepakt. Maar ik was bang. En ik durfde het niet aan. That's what she said. Oh! ze durfde papa's heggenschaar niet uit te proberen. Ik denk gewoon niet dat ik papa's heggenschaar uit durfde te proberen hier. Dat is wat je moeder is te zijn. Dat is trouwens een beetje de Nederlandse versie van That's what she said. Yeah. Auto's wassen! Ja, zoals jullie weten is het weer tijd voor auto's wassen. En de timer aanzetten. Dan we nog 8 minuten hebben. Ach. Ik denk dat we echt rijk gaan worden. Gewoon geen vrienden, maar gewoon echt duizend euro. Ja, het stront wassen van auto's is verdiend echt lekker deze tijd, hoor. Nou, zelfs met deze economische crisis wassen wij stront van auto's. Ziek. Verdienen veel geld. Zij verdient in een minuut verdient ze gewoon 5 euro met stront van de auto afhalen. Ja, en dat is 300 euro ik vind uur. Het nog steeds wel bijzonder hoe deze man dagelijks... Nou, eigenlijk binnen een uur gewoon zijn auto weer vol stront weet te krijgen. Nee, daar komt dus de uitdrukking strontwagen van. Of deze auto is een stuk stront. Ja, zeker. Deze auto bevat een stuk stront. Deze auto zit niet onder de stront. Deze auto is stront. Ja, het komt gewoon uit de raam af. Toen draait hij zijn raampje open en is het een ja. Eric Cartman, hè. Ja, ik vind het wel... Oh, we gaan eigenlijk een keer redden. Jur, sneller! Vegen dan! Vegen nee! Nee, je zit in plekje. Kut. Fuck my life. Jur, er is nog een dag. Het leven gaat verder. Het wordt beter. Nee. Milf, mama. Ik maak mezelf van kant. Ik doe het! Ik doe het! Als ik geen thumbs up krijg op deze video, doe het! Dan zijn jullie aansprakelijk. Echt waar? Ik weet bij je woont. Mijn moeder bij je moeder thuis. Mijn moeder weet je te vinden. Je woont bij je moeder. Mijn moeder heeft connecties. Ik rijd wel eens met een connection, telt dat ook? Ja. Vandaag nog trouwens. Oh nee, niet. De connection is de bus. Dat was de NS. Dat was een goede opmerking. Oké, we zijn vandaag dus naar Alkmaar geweest. En wat hebben we daar gedaan, Rick? Niet veel. We hebben dit spel gekocht. Ja. Nou, Rick heb hem gekocht en ik speel het. Ik heb ook Poepoet gekocht en Pajama Sam, maar dat ga ik ook nog wel uploaden. Komt goed. En nog steeds dat lekkere kontje. Dat lekkere kontje. Op naar school. Ik ben vrije tijd. Ja, waarom gaat ze eigenlijk niet naar school? Het is dinsdag. We gaan pakken uit dat bijbelen. Sletje Bacon's Bijbel. Oh nee, dat had ik niet van je verwacht, Sletje Bacon. Naar het winkelcentrum. We gaan kleren kopen, we hebben een nieuwe missie. Waarom zijn al deze mensen aan het spijbelen? Oh kijk, hier Milf. Zelfs mama Milf. Kijk, het is leuk. Mama Milf kan zich heel snel verplaatsen van plek. Oh. Ah, kleren! Kleren! Ja. Ik kapper. Kapsels. Cadeautjes. Oh, mystery kapsel. Die kopen we. Kopen random kapsel. Make-up. Manicure. Cadeautjes.
waslotion en camouflage. Stik. Kopen. Omdat ik geld heb. Oh, is dit mijn geld? €87,47. Wow, kijk, poepwassen geeft ook. Oh, 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 oh. Haartjes. La la la. Ik ga even bij rennen mensen op de stoel zitten. Ja. Terwijl ja, ik wil hier niet voor betalen hoor. Het is wel echt veel te rustig. Als dit mijn vriendin was, dan zou ze echt gek van me worden, omdat ik zo hyper ben. Ja hè? Ja. Ja, ik denk het ook. En dan gaat ze gewoon de hele dag op een bankje zitten en de poes aaien. Beauty cure. Prijs 4, 5 euro. We hebben het geld, we doen het. What the fuck? What the fuck is ze nou weer aan het doen? Geen idee, ze wordt er slanker van. Kijk, die 5 minuten dat ze niks eet, wordt ze slanker. Want ze zit, de rest van de dag zit ze er heel lang met te vreten. Ze lijkt mij wel. Tering, hé. Ja, ze heeft echt problemen, man. Ik bedoel, ze heeft geen vriendje. Daar gaat het hele spel om. Een van de vrienden was karakter. Ja. Eén vriendin. Ze heeft mijn hulp nodig om vrienden voor dit te zoeken. Ik bedoel, hoe zielig is dat? Dat is best zielig hier. Ze hebben 15-jarige jongen nodig om vrienden voor dit te zoeken. Fitness. Oh god, Rick, ik word al moe om er alleen al maar naar te kijken. Serieus. Ze heeft die eenmaal pluk. Ja, nou, ooit op een dag. Kom, we gaan deze meneer zijn mevrouw bespieden. Dat is die Chinees met een vlechtje. Nee, die op de fiets. Nee, ik vind hem wel leuk. Zullen we met die krachtpatsen gaan praten? Hij is echt een mooi boy. Maar volgens mij zoeken we nog steeds die jongen. Oh shit. Meer training! Oh shit. Afgebeelde pijltjes toetsen. Ja, oké, okay, kom maar op, kom maar op. Kom op. Oets, 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 hey. Oets, 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 Kijk, iedereen draagt in deze wereld dezelfde shirts. Waarom? Kijk, je hebt iedereen een meisje met een muts ook. Met ook. Behalve bij haar, echt. Kijk, iedereen heeft zo'n fucking buikveehals. Ik weet niet, is dat een nieuw ja, of zo? Nee, die hebben gewoon een shirt verkeerd zom aan, hè. Oh. Want toen was, dat het laten zien van je borsten, dat mocht nog niet. Ja, dat laten dus dan laat je maar gewoon je navel gezien. Het is dus het navel, een soort... Hier zit nog wat gay porn op de muur. Ja, het is een beetje rebels, eigenlijk. Deze jongen zit heel rustig achter de gay porn. Ja, goed. Nu komt iemand de trap op. Ja. Zolang ze maar niet hier binnenkomen stormen, want dan verpesten ze de video. Nee joh, dan worden ze beroemd. Worden ze beroemd? Als je nu deze kamer binnenkomt, dan word je beroemd. Ja. Of ik sla je. Nee, wel grapje. Zo ben ik helemaal niet. Zo ben ik alleen als ik boos ben. Nee, wacht, ik ben altijd boos. Kom, we gaan een cd kopen. Waarom praat ze trouwens helemaal niet? Hulp je muziekwinkel. Sorteer de cd's. Oh, dat is iets. Van de schijf. Van het schijfje. In de hoes ontmoeten overeenkomen. Ik zie dit heel slecht. Ja, inderdaad. Dit is net als dat blauw dat groen is. Kijk hier. Dat hoort daar. Dit is waar. Ja. You down, you down. Ik doe eerst alle makkelijke gewoon, dan is dit een stuk makkelijker. Daar. Nee. Nee, doe die daar. Ik zei dat. Je kan mij trouwens zien aanwijzen. Ja. Als je achter me staat, zoals je kan mij zien aanwijzen. Ja, ik wijs graag naar jou aanwijzen. Mijn aanwijzen? Is jouw wijze aan? Hier. We zijn bijna! We hebben 3, we hebben even 4 euro verdiend. En weet je wat we daarmee gaan doen? We gaan het meteen uitkopen aan een cd. Kidootjes! Voetbalhoogtepunten, luisterboeken. Oh, dat vindt papa misschien wel leuk. Laatste 100 jaar, dat doen we. Milieubeschermen, wie vindt dat nou leuk? Muziekkoffer. Ik denk dat we het bepaalde mensen moeten halen. Voetbalhoogtepunten. Ja, die voetbalhoogtepunten, dat vindt papa wel leuk. Die nemen we mee. Kom, heb ik hem nou? Denk het, nee. Je hebt al een cadeautje, joh, bitch. Je hebt al een cadeautje. Kopen. Tering, dus van jou, pap. Ik moet eerst iemand vinden om de tyfus cadeautje aan te geven voor ik deze weg kan doen. Kan ik ook met deze liften, want ik zoek kleren. Oh, ik zie de klerenwinkel. Klerenwinkel zeg, wat een klerenwinkel. Ja. Hey, je kunt toch die tassen dragen. Nee, maar dat is een shortcut naar huis. Oh. Topjes. Echt, serieus. Waarom?
Niemand wil dit wijf gewoon kleren kopen. Ze is gewoon verdoemd tot eeuwig mensen stinken. Mensen verkopen alleen je maar cadeautjes voor jezelf fucking kopen. Cadeautjes. Hier, misschien kunnen we deze... Hier, teamje banale keuze. Zou het aan onszelf kunnen geven? Oh ja, sletje bacon. Nee, dat kan dus niet. Want ik heb al een fulle inventory. Kun je ditje gewoon op het kluisje te drukken van rot op met je badzee. Ja, maar ik kan niet klikken zeg maar. Oh ja, is kut. Druk op X. X. Nee. Waarom is ons hartje 0? Wacht, serieus. Misschien betekent dat je gewoon 20 vriendjes kan hebben uiteindelijk. Ja. Nee, dit betekent gewoon dat niemand van ons houdt. Zelfs je ouders niet. Nee. Daarom gaan we nu hele dure cadeaus kopen voor onze ouders. Ja, pap. Ik wil dat je van me houdt, neem het cadeautje. Nee, maar ik denk toch dat het iets is met die sled bij je in het parkje. Ja, dan we terug gaan naar die sled. Want die hebben fucking voor quest. Voor mij is de tijd een beetje om, vriend. Ik ben de... Wat lief van je dat je die zware boodschappentassen ja, helpt gedaan. Dragen. Oh, glitch! Maar eerst papa cadeautje geven. Oh, fuck, ik heb het cadeautje zeg, pap, niet. Zeg, pap, hoe maak je een bonnet? Je begint met de vloer. Mijn vader is een beetje de homo. Die moet heel stevig zijn. Nee, een beetje beter. Die bevestig je op de boom. En dan zet je het geraamte voor de zijkant. Niemand houdt voor ons. Dan nou, dan stop ik ermee. Het dak. Ja. En tenslotte doei! Een ladder of een stuk touw aan de ingang vast.